Hallo. Ik ga je vandaag een paar vragen stellen, oké? Okay? Super. Wat vindt u van cryptovaluta? Ik vind dat een heel vernieuwend en interessant concept. Ja. In welke cryptovaluta zou u investeren en waarom? Ik zou in Bitcoin investeren, omdat dat voor mij toch de meest populaire is. En ik vind dat wel een leuk initiatief. Denkt u dat cryptovaluta in de toekomst meer gaat gebruikt worden in het dagelijks leven? Ja, ik geloof dat wel. Ja? Ja. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. Hallo, ik ga je een paar vragen stellen over Jurgen Konings. Wat vindt u van de Jurgen Konings-crisis? Het is belachelijk dat ze nog hier gewonnen hebben. Het duurde wel een week. Hij is een terrorist. En, ja. Ja. Waar denkt u dat Jurgen zich bevindt eigenlijk? Ik denk niet in de bos. Ik is buiten de bos, maar. Nog steeds in die bos? Nee, ik denk. Okay, bent u bang voor hem? Nee. Nee, waarom niet? Ik denk dat hij ver weg van waar ik ben. En misschien als hij dichter is, zou ik misschien bang zijn, maar nu niet. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Een paar vragen stellen over het recente Jurgen Konings probleem. Wat vindt u eigenlijk van Jurgen Konings? Wat ik daarvan vind, Jurgen Konings, ik vind het vrij schandalig dat iemand zo een training heeft als militair. Maar ik vind het nog erger dat hij buiten is geraakt met bepaalde wapens. Ik vind het gewoon fascinerend hoe zo'n man binnen is gegaan en buiten gegaan met granaten. Ik vind het gewoon fenomenaal. En heel België staat op zijn kop en we moeten Nederlanders contacteren en Duitsers contacteren om één persoon te zoeken. Ja, dat is waar. Dus dat vind ik gewoon, ik vind het waanzin. Waanzin. Waar denkt u dat hij is eigenlijk? Dus zit al lang in het buitenland. Ja, denkt u dat hij uit die positie gegaan? Ja, die zit al lang ergens op een goede weg. Die zit niet meer in België volgens mij. Bent u eigenlijk bang voor hem? Ik ben er niet bang voor, maar ik vind het gewoon, ik vind het toch fenomenaal dat dan zoiets in België kan gebeuren, dat mensen wapens zomaar kunnen buiten smokkelen. Zonder reden ben ik bang. Ik denk dat Mark van Rens meer bang moet hebben dan ik. Dat is gewoon mijn opinie. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Hallo, ik ga een paar vragen stellen over crypto. Is dat goed? Ja, zeker. Wat vindt u van cryptovaluta? Ik ben er zelf niet mee bezig, maar ik denk dat je daar wel rijk mee kunt worden. Dat valt te zien. Maar ik denk dat je eerst serieus wat moet bijleren zelf voordat je eraan kunt beginnen. Dus het is niks voor mij. Oké. In welke cryptovaluta zou u investeren en waarom? Goh, ik zou gewoon die Dogecoin pakken omdat dat veel op sites en Twitter en Facebook kwam. En omdat dat blijkbaar serieus omhoog is geschoten. Okay. Maar ik zou gewoon navragen bij mensen dat er wel iets bij kennen. Denkt u dat crypto in de toekomst veel in het dagelijks leven gaat gebruikt worden? Goh, ik denk dat later al het geld wel digitaal gaat worden. Dat wij niet meer cash gaan hebben, dat dat niet meer gaat bestaan. Dus ik denk dat misschien crypto dat wel kan overpakken. Gewoon de euro of de dollar of zo. Dus dat kan. Maar denk je dat het niet te duur is op dit moment? Munten, gelijk euro en dollar, die stijgen en dalen ook. Hetzelfde gelijk crypto. En ik denk, stel dat een zaak gelijk euro bankroet worden, dat ze wel gaan overschakelen op crypto. Omdat je dan nog kunt wisselen. Dat ga ik niet. Alright.